Hier is een schipper die het devies langzaam maar zeker tot het zijne gemaakt heeft. Behalve gezagvoerder is hij kassier, stuurman en machinist. Zijn grote broers zijn ook weer in vol bedrijf. En vanaf hun hoge rug hebben we een prachtig gezicht op de scheepswerven. Ze schijnen zich te verheugen weer aan het werk te kunnen gaan. De beste stuurlui staan nu niet meer aan wal, maar daar waar ze horen, op de brug. Al is de brug soms wat smal, met vaste hand stuurt de schipper zijn schuit naar het doel. Zie naar de namen die onze schippers hun schepen gaven. Ze getuigen van een sterk geloof en van vertrouwen in de toekomst. En dit vertrouwen is niet beschaamd. Duizenden tonnen goederen wachten op verzending. In weer en wind doen de mannen van de scheepvaart hun werk. Ja, als je zo uren in de kou staat, dan heb je niet veel aandacht meer voor de schoonheid van de Amsterdamse grachten. Maar mooi zijn ze. Of ziet u ze liever in de zon, vanuit het rondvaartbootje? Dat kan. De Schrijerstoren, een historische plek. In de Gouden Eeuw schrijden de vrouwen hier bij het vertrek van hun mannen naar het toen zo verre Indië. Nu heeft de havenmeester er zijn kantoor. Hij heeft geen reden tot schrijen. Integendeel, hij ziet met vreugde het aantal schepen van de grote vaart dat de Nederlandse havens aandoet met de dag groeien. Daar komt de Maaskerk uit West-Indië met katoen. Hier de Basel uit Oslo met stukgoederen. Hier de Tucker met steenkolen uit Amerika. En daar de Van Oldenbarneveld met een wel zeer kostbare lading. Repatriërende landgenoten. Zo bouwt Nederland aan zijn scheepvaartverkeer. En we kunnen, evenals onze pontvaarders zeggen, we zijn er nog niet, maar we komen er wel.